Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, eind januari kondigde u aan dat u voor de studenten samen met de virologen en de Vlaamse Vereniging van Studenten, de VVS, richtlijnen zou uitwerken voor die zogenaamde kotbubbel. U stelde terecht dat corona er zwaar op inhakt bij onze studenten en dat we het probleem van sociale isolatie, eenzaamheid en mentale gezondheid ernstig moeten nemen. U zou regels op maat van studenten uitwerken, zodat zij een positief perspectief konden krijgen. Nu, de ontgoocheling was dan ook groot bij veel studenten na het overlegcomité van vorige vrijdag. Ondanks een eerder akkoord tussen alle gemeenschappen en de experts werd het idee van de kotbubbel toch nog afgeschoten. De federale regering heeft dat resoluut van tafel geveegd, ook al was er een compromis tussen de regio's. Meneer de minister, studenten, maar ook enkele vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen waren dan ook terecht kritisch over het niet invoeren van de kotbubbel. De VVS reageerde teleurgesteld en begrijpt niet waarom deze maatregel er niet gekomen is. Op de website van het studentenblad Veto klonk het als volgt. Blijkbaar zijn dierentuinen essentieel, maar is het welzijn van studenten dat niet. En dan was er ook nog bijvoorbeeld de rector van de KU Leuven die verklaarde dat de overheden en experten moeten beseffen dat in veel studentenhuizen het kothuishouden al bestaat, maar dan zonder duidelijke regels over wat kan en mag en met een frequente vermenging van de thuisbubbel. Meneer de minister, het goedkeuren van de kotbubbel zou dus niet alleen leiden tot een beter sociaal contact, maar ook tot meer veiligheid voor de studenten. Dus en daarom mijn vraag aan u, meneer de minister, wat gaat u doen zodat de kotbubbel er op korte termijn toch zal komen? Dank u wel. Ja, dank u, meneer de minister. Ik moet mij toch eerst van het hart in verband met de kotbubbel. Zagen we nog maar eens het zoveelste geval van slechte communicatie van deze Vlaamse regering. Eerst kondigt u een kleine versoepeling aan. Studenten krijgen weer wat hoop. De Vlaamse regering trekt dan op vrijdag naar het overlegcomité en laat zich daar nog maar eens rollen door het federale niveau, waarop een bepaald deel van de studenten dat een klein beetje hoop had, dat zag verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wat dat contactonderwijs betreft, ik hoop dat dat inderdaad zo snel mogelijk zou kunnen ingevoerd worden, want contactonderwijs is nog altijd kwaliteitsvoller dan online afstandsonderwijs. Meneer de minister, wij ontvangen ook signalen dat zeer veel studenten het financieel moeilijk hebben, omdat ze bijvoorbeeld niet op hun ouders kunnen rekenen en zij hebben nu al een jaar geen inkomsten uit studentenjobs, omdat bepaalde sectoren compleet plat liggen. In de relance maatregelen werd 10 miljoen euro voorzien voor de studentenvoorzieningen. Dat is niet alleen voor de studenten in financiële moeilijkheden, maar ook voor studentenpsychologen en zo verder. Dus meneer de minister, kan u zeggen of dat die 10 miljoen euro die hiervoor werd vrijgemaakt voldoende is? Dank u. Ja, dank u voorzitter. Meneer de minister, ja, u bent onlangs gratis soep gaan uitdelen aan studenten. Nu, de kwestie rond de kotbubbel bijvoorbeeld ruikt naar de soep die ons hier in het Vlaams parlement al vaak voorgeschoteld is geweest het voorbije jaar. Een diep bord blokkeringsfederalisme gepeperd met een flinke scheut virologische voorzichtigheid. Een soep die wij en heel veel mensen ondertussen meer dan beu zijn. Wij verwachten van u en van deze Vlaamse regering meer assertiviteit in dat overlegcomité, zodat kleine zaken zoals de kotbubbel toch kunnen doorgedrukt worden, want onze studenten hebben dringend een perspectief nodig, omdat zij van alle gezonde mensen op mentaal vlak wil misschien degene zijn die het meeste te lijden hebben onder deze crisis. Dank u wel.